Kevin, die pakt er weer even een. Ga hem even scheppen. Mooie visie. Rupje neus. Hutsa. Super. 90. Dikke pins erop, jongen. Gasten. Gelukkig nieuwjaar. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Van de Baarstakelaars. Het is de eerste van het jaar. Jullie liggen waarschijnlijk lekker helemaal brak op de bank. En ik hoop dat jullie een onwijs leuk feest hebben gehad. En wij wensen natuurlijk voor volgend jaar dat jullie weer prachtige PR's gaan verbreken. Vandaag gaan we dus lekker vissen op snoek. Ik ben samen met de snoekenkoningin van Nederland. Dat valt best mee. Maar hallo jongens en meisjes. Mickey. En onze boy. Dave. Yo, hallo. Bro Fishing. Vandaag gaan we dus lekker op snoek vissen. Ik vis vandaag met een Nees Predator. Prachtig ding. Hiervan op de kleinere vers pakken altijd heel veel snoekbaars op. Dus nu hebben we maar de grote erbij besteld. Om ook eens even een mooie snoek op te vangen. Ik vis met de rotvanger van LMAB, Shimano Curado. Met een Stroft GT type C lijntje erop. En dan gaat het doen voor ons vandaag. Mick vist ook met de rotvanger. Jij vist met de Predox. Ah ja, de Predoxie. En een mooie plug van Spro. En jij natuurlijk. De Blackbug met een drunk twister. Top! Jongens, vergeet alvast niet te liken. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat gelijk even. Ik hoop dat jullie de video hartstikke leuk gaan vinden. En tot zo, bij de eerste vis. Er moet toch echt zo'n big mama hier liggen. Er moet toch echt zo'n big mama hier liggen. Fuck! Hier lag er gewoon een. Ja, hier. Ja, hier. Hij lag hier gewoon tussen het riet. Kut, sorry, als ik dat... Nee, ik zie hem niet meer, maar heel die planten die gingen helemaal hekken. Nou, hij moet hier ergens liggen dan. Ja. Ja, hangen. Lekker, Dave. Bel je over 2 minuten terug. Lekker gozer. Kijk eens. Lekker man. Eerst eens binnen. Kijk in mijn schaai, joh. Lekker vis. Wat een mooie snoek. Dat is echt een mooi beestje. Kijk dan, joh. Mooie snoek, dikke poep. Niet? Ik sloep mooi. Hé, mooi hoor. Tangetje. Ik in mijn auto. Ja, dat is echt een klote ding hoor. Lekker tangetje, nee. Ja, dat is een backflappie. Wat is dat voor een tang? Ja, klote ding. Eetje man. Zo'n verventang. Die dingen komen uit het jaar 0. Ja. Navelknipper. Kijk, hij doet perfect. Hè. Hij is rustig. Dit is wel irritant man. Dat ja, ik wrijf onder skin en dan blijft hij rustig. Je wrijft onder skin? Ja. Nee, mooi. Tjoe, kijk je uit voor mijn vinger? Dat is wel de bedoeling, schatje. Ja, die trekt ja. Ja, ik wil ook Mickey niet. Wil je vis nog vasthouden? Ik wil ook Mickey niet in de vingertje. Lekker geuze. Snoekie. Mooie kleuren. Mooi goud is die. Mooi. Ja, prachtig. Kijk eens even, mensen. Gevangen op die Spro. Underdog. De underdog is hij het vandaag al, hè? Lekker, man. Maar aan deze kant vangen we nooit wat, toch? Nee. Gaat u lekker zwemmen? Ja.
Hij schoot weg! Lekker man. Lekker gast, eerst eens binnen. Super, leuke vis. Ja, top wel waar zijn dan hè? Ja. Precies daarvoor dat opening. Ja, lekker man. Nou, de eerste is binnen. Dave heeft een mooie snoek gevangen. Nu gaan we weer lekker door. Ik heb een aanbidding eens op beeld. Nee. Nee. Hij is boos. Hij is boos. Dat is de wafel. Kijk, die is klein. Dezelfde. Nee. Lekker. Zo, hij is boos jongen. Deze gaat vervelend zijn op de kant. De Nees. Ja, de Nees vlugget, hè. Hij is wel wat groter. Oké, ik ga even. Hij vindt jou niet zo aardig, Mick. Nee, maar ik eide ook niet onder schin. Ah. Ja, wacht, ik pak hem af. Waar is je nek? Hier is je nek. Ja, maar hij heeft echt een fucking brede nek, gek. Ik zie het. Huts. Sterke vis. Lekker, jongens. Maar jou, die is wel wat groter, ja. Ja. Wacht, zal ik even een mooie foto voor je maken? Hij is mooi! Ga je zo blijven staan of gaan we gewoon rechtop houden? Ik ga hem gewoon rechtop houden. Maar hij heeft een beetje krulstaart. Yes. Lekker gast, hè? Nou, je ziet het. Op de Nees. Ik gooi hem hier zo aan het kantje. En hij klapt er vol gas op. Prachtig mooie vis, hele sterke vis ook. Mooie dikke kop heeft hij, dikke nek. Hij is lekker aan het vreten, hij is ook echt zwaar voor hoe lang die is. Maar we gaan hem even snel onthaken en dan mag hij weer snel zwemmen. Maar wat een visje, prachtig. Moet die ogen ook kijken. Super mooi. Echt een hele gave vis. Lekker, hier ben ik echt blij mee. Lekker Kev. Kijk. Nice. Nees. Even snel meten. Ik ga hem er even naast hoor. Zo'n klein beetje stappen over me. Hij is 80. 85, 87. Ja, hij is nog echt groot ook. 85. 86. Jongens, hartstikke blij mee. We gaan weer lekker zwemmen. Ja. 80. Oh. Mooi man. Lekker, weer even dikke snoek op die Nees. Kijk eens. En kijk, mijn shed is nu nog best wel mooi. Er zitten geen scheuren in, bijna geen bijtmarken in. En dat komt door het pijkrafsysteem. Er zit een pinnetje in. Nou, die doe erin. En dan pakt die snoek jouw shed. Dan trekt hij zo, pop, pinnetje eruit. En dan hangt hij eigenlijk zo. Dan blijft je shed mooi en netjes. Super.
Wij gaan weer even smijten. Like even de video, jongens. Let's go. Hanne! Hanne! Ik wou net zeggen, het is mijn beurt. Ja. Oeh. Ja, nou dat weet ik niet, maar het is wel een dikke. Hij is over de meter. Jezus. Compleet doorgeslitten. Nee. Nee, is wel 90 plus. Misschien wel een meter. Nou. 90 plus wel, meter. 90 sowieso. Schiet op man, ik heb hartkloppingen dat het beest moet genet worden. Maar hij heeft hem echt compleet ingeslikt. Schiet op man, wat rennen. Hij heeft hem compleet ingeslikt. Kijk, prachtig. Hij is wel 90 hè? Ja, die is 90. Sowieso 90. Ja, dan gaat het niet lukken. Ja. Gaat het niet worden joh. Je net gaan breken. Nee joh. Nee joh, zeg maar. Hoppa! Dat is wel nog netjes. Een professionele netschepper dit. Ja. Maar deze is wel tegen de 95 hoor. Gas, kijk wat een dikkert, jongens! Mickey! Jeemig, lijpo! De klein, wat zei je ook alweer, snoekenkoningin? Ja, dat zei ik toch? Ja, godverdomme. Ja, hij is echt fucking dik. Ja, deze is een meter. Een meter? Kijk hoe dik die is. 95 sowieso. Ja, hij is een meter. Pak die neer, ja? Oh ja, pak gezellig. Ja, dank je dan. Jongen. Om een foto te maken. Huh? Oh, niet spartelen. Kijk, hij is boven zijn lip. Jouw hand, Mickey. Nou, maakt niet uit. Dikke meter bak, hoor. Jongen, dat is mijn record, kijk. Nee, niet. Ja man, 1 meter 6 is mijn record. Echt? Ja, ik zweer. 1,10 gek. 1 meter Gast. 10. Nou, wat denk je van 1 meter... 1 meter 12. 1 meter 12. Jee. Jongen, doe eens kijken, want mijn vaders record is 1 meter 12. Als die 1 centimeter groter is. Tegenaan. Hij ligt goed, hij ligt goed. Kijk hè? Hij ligt sowieso goed. Zo ligt hij goed. Kijk. Kijk, kijk, kijk. 1 meter 13. 1 meter 13? 1 meter 13. Waar is het? Nee joh, 1 meter 10 is hier. Dit is 1 meter 10. Het is 1 meter 10. Het is 1 meter 10, dit is 1 meter 10. Oh die, jezus. 1 meter 10. Jezus. Je record. Gast. Je gewoon je record gevangen. Lekker. Fucking hell. Jeumig, Mick. Wat een beest. Ja, wat een bak, joh. Niet normaal. Kijk eens, wat een mooie vis. Kijk dan. Komt dat ding. Prachtig. Oké. Okay. Heel vet. Is het maar goed? Altijd. God. Laat hem eens even zien, Mick. Tril, man. Ja, hè. Pak ze even de record. Man. Wat een beest. Ah. Jeumig. Lekker. Helemaal. Fucking hell. Tot nog even dat stukje afwerpen. Oeh. Hè? Tot nog even dat stukje afwerpen. Niet normaal. Lekker, man. Fucking heel hell. Dik, hoor. Super gaaf. Lekker, Mick. PR. Oh. Oké, okay, ik ga even kijken of ik hier naar beneden kan. Ga je vast. Oeh. Jongen. Op mijn andere water. Ik heb je niet meer vast. Ja, jongen. Ja, 1 meter 10, je record. Mick. Fuck you. Lijp, kom. Ja, ik kan niet achteruit gaan. Hoppa. Jongen, niet normaal. Super gaaf, Mick. Heel dik. Hoppakee, we kunnen eigenlijk naar huis. Ja, alle drie vis. Ja. Jezus. Gefeliciteerd. Nou gaan we naar de McDonald's. Nu gaan we naar de McDonald's. We hebben een McDonald's verdiend. Ik heb een Happy Meal verdiend. Ja. Ik ben lullen. Lekker joh. Ik moet even bijkomen. Super, super, super gaaf. Oh, wat dik. Zo. Kijk. Beetje adrenaline, Mickey. Een beetje. Super gaaf. Keihard. Man. Hoppakee. Let's go. Nou jongens. Oh, en meiden. Mijn kabel heeft in het water gelegen. Oh. Deze sloot hebben we wel goed afgevist. Wij gaan even lunchen bij restaurant de Gouden Bogen. Dat is een bak ook, ja. Tegen die wel. Ze hebben gewoon met een seconde groot hier ook. Mickey staat nog even bij te komen. Lekker jongens, jeemig. Ja, ja, ik ook al. Super gaaf. Naar de McDonald's. De kofferbak, jongens, choppen.
Mackie Oele. Mackie Oele. Zie je nog trillen? Nee, ik ben alweer bijgekomen. Ja? Ja. Nice. Dus ik heb een dubbele zitbel gehad. Zo. Lekker. Ga je zo nog even hangen? Ik wel, hè? Misschien. Of je record verbreekt zo? Ja. Lekker. Nou, Dave, jij bent eigenlijk weer aan de beurt nu, hè? Ja, ik ben begonnen, dus ik ga zo meteen na die dikke klappen van de burger ga ik wel even een dikke vis vangen. Nice, top. Maar we gaan steeds groter. Dus ja, we gaan steeds groter. Het was 60, 85, 1,10. 1,12. Dan pak ik 1,29 en heb ik Daniels record ook verbeterd. Er is al een beetje bloed op je hand. Ah. Lekker. Lekker. Top. Wij gaan lekker eten. We zien jullie zo aan het water. Nieuwe stek. Nou, ik hoop dat ik niet onder stroom sta straks, want dit kabeltje heeft er net in het water gehangen. Ja. Dus... Wat ook aan de 3 volt. Ja. Lekker. Jongens, dit is mooi water. Riet. Daar de ringvaart. Dus daar ga ik sowieso smijten eerst. Hengeltjes pakken, GoPro om, smijten. We hebben hier de ringvaart. Mooie zijsleut van de ringvaart. Hier kunnen hele dikke bakken liggen natuurlijk. We gaan het meemaken. Hier mooie bosjes. Over de vaart heen gaan. Ik zie nog niks. Dit is wel echt een snoekenplek hoor. Mooi eronder doorvissen. Nou, gaan we eens even kijken waar Mickey en Dave zijn. Ga je lekker? Je bent helemaal in de oude nieuwssfeer. Jammer. Je moet niet elke avond spelen, dan missen we elke avond dat je eraan komt. Ja, inderdaad. Een soort musical stand ga je dan meestal. Ja. Nou, kom maar sneuk. Kom maar hier nu happen. Hij heeft er een. Oh ja. Ja toch. Hey, was jouw beurt nog niet? Het was jouw beurt niet. Gast, ik hoorde je ook niet eens. Alex heeft een snoek. Alex is net aangesloten. Het is de broer van Dave. Het is de andere helft van Row Fishing NL. We staan een beetje te smijten. En hij vangt een mooie. Wat een mooi beest. Wel hè. Wat een kleine kutslootje hier ook. Want dat kleine slootje hier. Echt, lekker joh. Wat zou die zijn? Ik had die bloedzuiger op zijn kop. Oh, die halen we er lekker af. Oh, ja. Lekker bloedzuigertje. Even op de mat gooien dan. Ja, leg hem even op de mat. Kijk. 80. Hoppa. Je zou het niet zeggen. Nee hè? Ik had een 86 en die was denk ik 3 keer zo zwaar. Ja, die was groot. Die was heel dik. Lekker man. Ja, hij komt ook even langs hoor, die natte. Toch? Groot, was wel mijn beurt. Dus, maar dan gaan we terugzetten.
gaat hij al. Hutsa. Yes. Super vet gast. Lekker. Lekker gast hè. Waar had je hem op? Je had met die West in Swim hè? West in Swim jongen. Ja, super mooi aasje ook dat. Top aasje. West in Swim. Lekker joh. Snoek nummer 4. We gaan lekker door. Ja? Ja, kleintje. Kijk eens. Hij is hier geïnteresseerd. Hij zit hier voor. Hij gaat hier. Hij gaat daar. Nee, hij is bang. Hij is weg. Is hij weg? Ja. Op deze stek één mooie vis gevangen. Door Alex. Door naar de volgende. We gaan even door naar de laatste stek. En daar moeten we toch nog wel een mooie snoek vangen. Toch? Gaan we voor, hè? Toch, Mick? 1-12. Nice. Dus we gaan weer even rijden en dan zien we jullie zo daar. Aangekomen bij een nieuwe stek. We gaan wat snoeken zoeken. Toen wij tweede waren geworden met die wedstrijd bij Henk, toen vingen wij hier in de laatste minuut die snoek. Dat was hier ook. Veel gevangen hier hoor. Theo en Thea, goedemiddag. Hallo hoor. Ja, nee. Nee. Maar leuk plekje, hè? Straks wordt het nog heel veel groter. Hij is cool, hè? Nooit een gevangen, altijd hier waar Dave nu staat. Ja, ja, hangen. Oh. We hebben nog nooit een hier gevangen. Zelf het was of niet? Lekker. Lekker neus. Gezellig. Ik denk van er ook eentje, dan kan ik een gloekje. Wat doe je dan? Kevin, die pakt er weer even een. Ik ga hem even scheppen. Mooie visie. Rip die neus. Hupsa. Super. Ik leg mijn vier neer. Kijk eens. Weer op die Nees Predator, hè? Lekker man. Zo, deze is een stuk kouder dan die andere. Het water lijkt hier wel een stukje kouder. Ja? Mooi. Mooi, hou onder de wonden, man, dat ding. Ja? We hebben wel wat wonden hier. Ah ja. Hier op zijn staart ook weer op 6. Dat is gewoon gegrepen dan een ander. Maar lekker, joh. Lekker neef. Vond haken. Miro, als je daarbij kan doen. Ja, was wel. Ja, ik neem maar wel netjes dat je je lijn meeneemt. Ja, dat doe ik altijd. Ja. Dit heb je tang nodig. Zo, kijk eens. Hutsa. Nou, daar is die jongens. Lekker. Ja, wordt tijd dat hij weer lekker gaat zwemmen, hè? Denk het wel. Nice. Gaan we even kijken hoe hij dat doet. Ja, we takelaar. Tietje takelaar. Maak je ook weer op aan boord, hè? Oh, helemaal goed. Die kant op. Lekker neef. Hot. Lekker.
En weer op die Predator. Toch, ja, gaaf. Hij werkt zo goed met snoekbaars ook altijd. En dan hebben we nou die grote. En dan kunnen we ook dus een lekker dikke snoek opvangen. We gaan weer door. Hoppakee. Daarom. Ja. Stumper de stumper. Straks de land op. Maar weet je wat mooi is? Mijn vader die vangt altijd met de jerkbait na mij, hè? Wat ze willen. Ik dacht dat jij het was. Ik voelde zo doep 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 en ik denk dat is Kevin. Ja, mooi vis. Mickey. Ja. Hey, lekker Mick. Ja toch? Hij is ook wel 90, hè? Ja. Dan ja, met je kop hier en dan? Ja, met die haken. Ja, maar ik ken niet anders. Ja, kampioen schepper! Hey. Dave de schepper! Dave de schepper! Hoi, 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 hoi! Een unit, Mickey! Ja, sorry jongens. Geheim aasje. Ja. Super gaaf. Ja, kom maar, ik klop hem over. Dat is een mooi gehaakt. Ja, wel best haak. Ja. Zo. Zo, wat was dat, een tand? Ja, weet ik niet, het schoot wel wat uit je. Nou, gelijk bij de tandarts geweest, rolt de kies eruit. Ja, bedankt hè. Alsjeblieft, ga maar op de foto. Lekker Dave! Hey. Wero, leg het maar eventjes op die mat. 90 hoor. Ja, nou, zeker wel. Ja, ja zeker. Hij is 90 joh. Nee. Hoe dat? Precies. Oh nee. Jawel. Ja, 90. 90, Mick. Ja, maar dan moet deze eerst los schrijven. Ja, hij zit echt super kut. 90. Dikke pants erop, jongen. Lekker. Super gaaf, Mick. Echt sick. Wat een lap weer, joh. 90. Weer gevangen op de Blackbuck met de Drunk Twister. Super vet. Snoekenkoningin van Nederland, ik zei het toch? En jij, mafkees. Vist ons hemelzoek. Lekker, vist ons helemaal snoek. Vist ons helemaal snoek. Oké, okay, release. Yes. Release of the beast. Release Navidad. Oh. Ik hou je sjommetje wel vast. Ja, hou jij mijn sjom vast. Dan laat ik een heel zachtjes zakken. Oh, motherfucker. Ik wist het, jongen. Ja, ligt er nog. Oh. Ja, daar gaat hij. Laat jij hem lekker rustig zakken, Mick. Hij blijft nog liggen, zie je. Ja. Wat een mooie vis. Ja, ja, zou ik hem pakken? Nee, natuurlijk. Ik bijt van jouw handen bijten. Hoppa! Ik zal hem wel even rustig neerleggen. Je was echt al goed gehoord. Ja, sick hè? Oh. Heerlijk Mick, goed gevist joh. Godverdikkie. Hutsa! Lekker dagje. Ik dacht echt dat jij het was. Ja, ik voelde zo... Dat voelde ik. En ik denk, hè, is dat Kevin in de kijk naar links? En ik zie jou gewoon rustig zo vissen. Zo, ik denk, oh, volgens mij heb ik het. Lekker joh, top. Nou Mick, dat is ook gelijk een mooi einde van de video, denk je? Ja, maar het is eigenlijk is het nog deze beurt. Ja, Dave moet er eigenlijk toch nog eentje vangen. Leuk, maar groter dan 80 vandaag. That's what she said. Inderdaad. Ja. Heel groot. Dus jongens en meiden, wat moet ik zeggen van Mickey, want ik zeg altijd gasten. Jongens en meiden, ik hoop dat jullie deze video hartstikke leuk vonden. Vergeet alsjeblieft niet te abonneren. Like deze video alsjeblieft. Check even het kanaal van Dave en Alex, BroFishingNL. En check onze snoekenkoningin sowieso eventjes op Instagram. Ja. En dan ga je heel veel dikke snoepjes zien. Dit is hem. Ja, je bent er gek op, hè? Ja, hè. Dus jongens, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer.
Later!